allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Zoals jullie waarschijnlijk al aan me kunnen zien, heb ik geen make-up op dit moment. Ik had namelijk een tijdje geleden, kreeg ik meerdere vragen of ik een video wilde maken over make-up voor naar de paarden. En in eerste instantie dacht ik, je hoeft toch eigenlijk helemaal geen make-up naar je paard. Maar later dacht ik, het is misschien toch wel leuk om te laten zien hoe je zeg maar heel basic jezelf toch wat frisser eruit kan laten zien. Zonder dat het heel veel tijd kost en moeite en geld en producten enzovoort. Dus ik dacht, ga ik vandaag laten zien. En ja, ik heb nog niet zo vaak een make-up video gemaakt. Ik heb wel eens dagelijks make-up routines gedaan. Deze is niet heel anders. Dat is op mijn andere kanaal. Leanne heet die gewoon. Maar dan moet op dit kanaal. En ik dacht, ik ga eens een keertje een make-up video op dit kanaal doen. Geen idee of jullie het leuk vinden. Ik zal het wel zien aan de kijkcijfers. Maar ik kreeg de vraag, dus ik dacht, laat ik het gewoon gaan doen. In deze video ga ik jullie dus laten zien wat voor make-up ik op doe. Als ik überhaupt make-up op doe naar de paarden. Want dat is ook lang niet altijd het geval. Ik wil wel even zeggen dat je absoluut geen make-up op hoeft te doen natuurlijk. Je moet echt helemaal zelf weten wat je op wil. Wil je minder of wil je meer op dan ik op doe, dan doe je dat. Je hebt in ieder geval absoluut geen make-up nodig. Maar als je het zelf wil, dan moet je het natuurlijk gewoon lekker doen. Oké, ik heb hier mijn spiegeltje en laten we maar gewoon gaan beginnen. Nou, je kan ervoor kiezen om foundation op te doen om je huid wat egaler te maken en puistjes en vlekjes te camoufleren. Maar ik ga dat allemaal lekker niet doen en ik ga gewoon door naar de concealer. En dit doe ik eigenlijk gewoon onder mijn oog. Hier, hoppakee. Zo. Zo, dit doe ik hier als een soort krijgerstrepen. Dan doe ik het een klein beetje hier. Heb ik wat vlekjes. Zo. En verder, ja, we zullen het nog meer zo opsmeren. Hier nog een beetje. Hier, hier. En verder waar jij het nodig vindt natuurlijk. En ja, dit is toch wel een beetje zeg maar een beetje camoufleert. Maar toch heb je niet je hele gezicht geplameerd. En dan heb ik zo'n kwast. En die is best wel, ja, stevige haartjes. En dan ga ik gewoon mee deppen. En gewoon op de concealer. En dit camoufleert dus al je lelijke plekjes. En je wallen. En of course kan je ook op andere plekjes het doen. Waar jij vindt dat het nodig is. Maar ja, ik dacht ik laat gewoon mijn versie zien. Zo, is het een beetje gecamoufleerd. Ik weet niet of het nu helemaal... Ik kan niet zo goed zien. Nou, dan ga ik eerst even mijn wenkbrauw doorborstelen, want het ziet er niet uit. Zo. Klein beetje bijtekenen. Dan ga ik verder met een poeder. En dit is echt heel chill, want deze is van de Action. En eigenlijk de reden dat ik deze gebruik is omdat mijn goede poeder, die is kapot gevallen. En ten tweede, nu ik de pen, dus dat zilveren dingetje heb geraakt, wil ik hem ook gewoon opmaken. Ja, daarom eigenlijk. En dat doe ik gewoon op de plekken waar mijn concealer zat. Want als je gaat sporten, dan gaat het natuurlijk een beetje zweten. En dat ziet er niet zo mooi uit. Dus als je dat dan afpoedert met zo'n poeder, dan gaat het niet zo snel glimmen. En dat is natuurlijk super mooi. Dus, dat smeer ik gewoon een beetje overal. Vooral bij T-zone. Dus hier, hier, op mijn kin. En dan ben ik er ook weer mee klaar. Even kijken. Ja, wat zullen we daar eens van zeggen? Ach, gaat ermee door. Nou, dan gaan we verder naar het derde onderdeel. En dat is de wimperkruller. En dat doe ik gewoon zo. Het ziet er heel eng uit voor de mensen die het niet kennen. Je doet het soort, je wimpers ertussen. Je knijpt en je wimpers fijn gekruld. Ik weet niet of je een verschil ziet. Ik zie het in ieder geval wel van dichtbij. En daar gaat het om. Dus, tada. Dit zijn mijn wimpers nu. Maar we gaan ze natuurlijk niet zo bloot laten. We gaan er namelijk wat mascara overheen doen. En ik heb hier de Kiko Luxurious Lashes Waterproof Mascara. En ik heb trouwens de Catrice Camouflage, Liquid Camouflage High Coverage Concealer. En die wimpkruller is volgens mij ook van Kiko. Maar dat is dus, ziet er zo uit. En gewoon een kwastje. En dan ga ik gewoon zo. En ik doe altijd zigzaggen. Want dan gaat het ook helemaal bij het begin. Dus bij de aanzet van de wimpers. Komt er mascara. Oh, er zit nu een vlek op mijn ooglid. Je wil natuurlijk niet dat het alleen aan de bovenkant zit. Je wil dat het over je hele wimpers verspreid is. Zo.
Nou, moet je nu het verschil wel even zien met mascara of zonder mascara. Ik vind dat best wel een groot verschil. En dan ga ik ook de andere kant doen. En dan doe ik op precies dezelfde manier. Dus een beetje zichtbaar en dan omhoog. Ik, voor de duidelijkheid, ik draag niet zoveel make-up naar de paarden. Maar ik dacht, het is misschien toch wel leuk als jullie het willen weten. Hoe je bijvoorbeeld er toch mooi uit kan zien op wedstrijd, maar je niet veel make-up op wil. Dan pak ik deze mascara. En zoals je kan zien, ziet deze er niet zo mooi uit. Maar dit is washi tape wat er omheen zit. Want deze mascara had een soort glitterlaagje er op de buitenkant. En dat ging helemaal loslaten. En dan ging het aan mijn handen en dan ging ik over mijn gezicht. Er zitten allemaal glitters op mijn gezicht. Nou ja, dat is leuk, maar niet overal op je gezicht. Maar ja, dus toen heb ik hem even ingepakt. En hier ga ik dan nog even overheen om de laatste klontjes en zo weg te halen. Want deze is eigenlijk vrijwel leeg. Dus dit is eigenlijk gewoon alleen een borsteltje. Vind ik wel handig. Nou jongens, ik durf bijna te zeggen, maar we zijn eigenlijk bijna klaar. Wat ik soms nog wel eens doe voor de mascara is een eyeliner. Dat is een lijntje zo boven mijn oog. En dit is de Essence Liquid Ink eyeliner. Maar die gebruik ik vandaag niet, want ik heb geen zin in. Dus dat is eigenlijk een beetje de make-up look voor vandaag. Het laatste wat ik ga doen is een lippenbalsem. En deze is van Bomb Cosmetics Bubblegum Pop. En hij ruikt super lekker naar bubblegum. Dus hier word ik heel erg vrolijk van. En kijk, hij is al best wel ver leeg. En ik ga lekker la 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 op mijn lippen. Want ja, het is koud buiten. En je lippen scheuren als je in de wind aan het galopperen bent. Dus dan moeten je lippen gewoon goed gevoed zijn. En dan is dit eigenlijk al de hele make-up look. Zoals ik al zei, super simpel, super snel. Ik ben er echt 3 minuten mee bezig geweest. Dus stel je hebt je verslapen en je moet je paard gaan voeren. Dan doe je dit gewoon even op je gezicht. En dan zie je er toch nog een beetje fris en fruitig uit. Terwijl je eigenlijk net uit je bed komt rollen. Laat in je reacties achter wat voor make-up jullie dragen. En of jullie make-up dragen. En wanneer. Doe je het alleen naar school of ook naar je paard. Ik doe dus, meestal doe ik gewoon naar school dit. En dan soms met eyeliner, soms zonder. En dan, als ik naar Abby ga, dan heb ik het natuurlijk nog op. En als ik in het weekend ga, dan doe ik of geen make-up op. Of ik doe dit gewoon op als ik er nog een beetje frisse uit wil zien. Dus, dan was dit de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat in de reacties achter wat voor video's jullie willen zien. Ik kan het hier gaan opnemen. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!